goed. Fiscaal. Goal! Wat een schoonheid van een goal. Erik Fiscaal. Prima doelpunt. Zijn 9e van dit seizoen. En dit moet een van de mooiste zijn geweest, zo niet de mooiste. Hier is die hoekschop. Is prima. Fiscaal, dan denk je, die gaat die bal achter in de 16 meter geven. Nee hoor, heel bewust die hoek opzoeken. Kijk eens in die kleine hoek. Daar wordt doelman Patrick Lodewijks gepasseerd. En die hoeft zich er helemaal niet voor te generen. Schitterende goal. Erik Fiscaal, 3-0 voorsprong. Pal voor tijd voor de Graafschap. Valks aan de zijkant even om te communiceren met Dick Advocaat. Nu is hij terug bij Ibrahim. Maar het komt langs die zijkant die zojuist alleen gelaten is, Lucassen. En daar is Fiscaal en daar is 2-0. Erik Fiscaal, oud PSV. En dit zou wel eens de genadeslag kunnen zijn. Ook al zijn er nog dik 20 minuten te spelen. Lucassen en Fiscaal, prima uitgespeeld. Oudeslager. Fiscaal verlengd. Op Schultz. Fiscaal met een prachtig lopje. En zo bepaalt hij de eindstand van de Graafschap tegen Groningen op 2-0. De Graafschap lijkt op weg naar Europees voetbal. Onder meer door dit prachtige doelpunt van Erik Fiscaal. Zo heeft Willem II nu toch wat overtredingen nodig om de Graafschap af te stoppen. Dit is Chris Mampai met zijn aanwijzingen. Fiscaal of Godet. Beide hebben een beste trap. Daar kijk je nog even naar het muurtje. Wat een goal! Fiscaal. Wat een schitterende vrije schop. Wat een streep. Erik Fiscaal heel hard laag houden die bal. Mampai kijkt ernaar, maar kan er niets meer aan doen. En een 2-1 voorsprong voor de Graafschap naar die prachtige goal van Erik Fiscaal. Fiscaal. Vindt Victoria aan de rechterkant. Maar hoe dan verder? Dit is goed. Fuchs op Victoria. En het teentje van Jalins zat ertussen. Q Jalins, een talentvolle verdediger uit de Sparta-school. Hendricks. Van der Haar legt die bal klaar voor Fiscaal. Het is een prachtige beweging en de voorsprong voor de Graafschap. Tweede minuut van de tweede helft. En de Graafschap leidt. De ploeg die zo moeilijk scoort, doet het nu uitstekend. Vooral Fiscaal die zijn 5e van het seizoen maakt. Dan opnieuw de Graafschap. Dat wakker geschud leek door die openingsaanval van MVV met Fiscaal. 2 man gaan opzij, de derde ook. En dan is het ineens in de 7e minuut 1-0 voor de Graafschap. Doelpuntenmaker Erik Fiscaal. Een goal die er mocht zijn. Van der Haar bereidt hem voor. Zijn steekbal is goed. Fiscaal langs Plum. Vriesde gaat op het verkeerde been. En zo wordt het rechtdoor 1-0 voor de Graafschap. Rorije. Duw- en trekwerk. Nou. Komt de Graafschap aardig uit. Nu die bal schuiven naar Fuchs. Die heeft snelheid. Fuchs. Fiscaal. Fiscaal nog een keer kappen. Fiscaal. Ja. Erik Fiscaal. 0-3. Niet onaardig gedaan. Kappen, kappen, kappen en dan een keertje schieten. Hup. Hugo trapt erin. Nog een keertje Hugo. En dan de goal, heel beheers gescoord. En zo wint de Graafschap met 3-0 hier in Groningen in een overigens zeer matig duel.
Gerritsen. Godet, goed meegegeven aan Fiscaal. Fiscaal uit de draai, 1-0. Een moment van onoplettendheid wordt NEC voorlopig fataal. Dit doet Fiscaal natuurlijk knap uit de draai in de lange hoek, 1-0. Fiscaal. Dat is een leed balletje van Fiscaal. Een wereldgoal. Een wereldgoal van Erik Fiscaal. Zijn 10e van het seizoen. Schitterend hoe die Westerveld daar verschalkt. Had als junior bij PSV al grote talenten. Het kwam er misschien niet altijd uit. Maar hier demonstreert Erik Fiscaal nog weer eens zijn grote voetbalkwaliteiten. Een schitterende gelijkmaker. 1-1 na 68 minuten. Chapeau. Den Turk heeft ruimte. Kiest voor de paas. Gerritsen. En nu misschien dan de Graafschap nog een keer. Afgelegd op Fiscaal. 1-1. Hij valt letterlijk uit de lucht. Want heel erg veel durfde de Graafschap niet. Maar een van die spaarzame momenten was genoeg voor Erik Fiscaal, die hem goed inschiet. Zo is nog 1-1 ook. Siloy wint het kopduel van Meert. Vreeman. Vonk neemt geen risico. Opnieuw Vreeman. Geen buitenspel voor Fiscaal. Nu dan. Nu zeker. Erik Fiscaal. Dit is smullen voor de voetballiefhebber. Hij ziet Theo Snelders te ver voor zijn doel staan. Niet buitenspel. Fiscaal heeft één contact nodig en beslist de wedstrijd. 2-0 voor de Graafschap. Zwakke bal van Berk Doelmo. Turpijn. Fiscaal. Zoekt naar het schot. En daar is het schot en de gelijkmaker. Wat doet hij dit fraai, zeg. Erik Fiscaal. Hij had nog geen schot op doel ontvangen. Fred Grim. Maar nu is hij volstrekt kansloos bij de uithaal van Erik Fiscaal.